Dit was Kermisvertier in Ottersum. Ondertussen hebben plaatsgenomen Dirk Kerkhoff en Richard Teunissen van de Cougars. En zij vertellen ons hoe de clinic is verlopen afgelopen week einde. Ja. Welkom heren. Dankjewel. Hoe lang bestaan de Cougars al? Op het moment 38 jaar, dus over 2 jaar hebben we een leuk jubileum. Dik feestje, mooi. Ja, gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. Hoe groot is jullie vereniging? Onze vereniging die telt ongeveer 80 leden. Ja. Waarvan er 50 competitiespelend zijn. Ja. We zitten met 4 teams in de competitie. Het vijfde team komt er nu aan, omdat we nou groeiende zijn. Ja. En nou, voor de rest hebben we ook recreatief basketbal, dus een damesteam en een recreante team. Dus in totaal 7 teams. Kijk, ja. Dames bij basketbal is iets wat je niet zo gauw verwacht, hè? Klopt. Klopt. Hoe gaat dat? Nou, we hebben voornamelijk ook met concurrentie te maken, hè? De Flamingo's hier. En ja. Het is natuurlijk moeilijk om een damesteam op te zetten, dat klopt, maar er zijn altijd wel geïnteresseerden. Ja. Nou, mooi. Nou, is er afgelopen zondag een clinic geweest. Wat is een clinic eigenlijk? Want dat, je denkt gewoon de kliniek, maar dat was het niet. Ja, met een clinic probeer je eigenlijk in dit geval de jeugd, zeg maar, spelenderwijs kennis te laten maken met basketballen. Dus en kijken of dat ze, als ze geïnteresseerd zijn, of ze dan eventueel ook lid willen worden, zeg maar. Maar dat is de tweede stap. Dat is de tweede stap. Dus ja. In ieder geval mensen enthousiast maken om volleybal te gaan spelen. Of basketbal. Ja. Ik zag dat jullie er waren, maar er waren ook mensen van buiten Gennep, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Er stond iets met Academy op hun rug, maar ja. Wie waren dat? Nou, we hebben geprobeerd om een beetje een professionele draai eraan te geven. Dus we hebben ervoor gezorgd dat de eredivisieclub in Van Weert, zeg maar, Basketball Stars Weert, ja. Die werken eigenlijk samen met een soort bedrijfje, zeg maar, dat heet Basketball Promotie Limburg. Ja. En die organiseren eigenlijk onder andere clinics. Die hebben erbij betrokken, dus die hebben de clinic voor ons verzorgd. Ja. Mooi. Ja. Hoe was de belangstelling? We hebben heel veel uitnodigingen verstuurd naar scholen. En uiteindelijk zijn er 20 jeugdigen op afgekomen. Ja. Dus, nou, dat is toch nou, ja, beter dan niks natuurlijk. Ja. En je kunt niet verwachten dat er 100 man komen. Natuurlijk. Nee, precies. En dat zou niet leuk zijn, denk ik. Want dan kun je waarschijnlijk je instructies niet goed geven en nee, je verhaal precies. Goed overbrengen. Je zit natuurlijk met een aantal trainers. Ja. Wat voor dingen komen dan aan bod bij zo'n clinic? Wat doen die mensen? Het gaat voornamelijk om de fundamentals. Dus spelenderwijs, want het ging toch met name om de jeugd tot 16 jaar. Spelenderwijs in ieder geval de jongens in ieder geval aan het basketbal te krijgen. Dus eerst simpele oefeningen en vervolgens gaan ze wat schieten en wat dribbelwerk. En hoe het werd gegeven, dat was gewoon eigenlijk fantastisch. Hoe dat werd gegeven door de mensen van de clinic. Ja. Er zat we zouden om 11 uur beginnen. En er kwam om 11 uur kwam er een groot Amerikaan binnen. En je zag die kinderen al van de ene hoek van het veld helemaal naar de andere hoek toe rennen. Er komt een grote basketballer binnen. Dus ja. Nee, dat was echt super. Prachtig. Ja. Gaan jullie dat vaker doen? Ja, dat is wel het streven inderdaad. Ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan invullen. Maar, ja. Ik wil jullie van heel hartelijk danken dat je hier in de studio aanwezig was. En als er weer nieuws is van de Cougars, horen we dat graag. Want dan gaan we er weer over praten. Ja, prima. Zeker. Okay. Dankjewel. Zondag 30 september, 's ochtends om een uur of 11, vond de opening plaats van het multifunctionele centrum De Goede Herder. Hier zijn de Katholieke Bond voor Ouderen en de Turkse Gemeenschap gevestigd en die hebben daar hun eigen onderkomen. Nima TV is gaan kijken hoe de opening verliep.